Ik ben Alexandra Gaba van Dongen. Ik ben conservator in het museum Boijmans van Beuningen. We staan hier in de zaal van de 16e eeuw. En in een speciale vitrine hebben we hier een tafel gedekt. Er staan allerlei objecten op tafel die afkomstig zijn uit de collectie van het museum. En die tezamen een beeld geven van de gedekte tafel uit de tweede helft van de 16e eeuw. Drinkgerei van glas, tin en keramiek. Eetgerei in de vorm van kleine eetplankjes die we destijds taljoren noemden. Verder allerlei vormen van bestek. En een centrale schotel waarop het hoofdgerecht werd opgediend. In 1530 schreef Erasmus een boekje voor leerlingen van de Latijnse scholen met in de Nederlandse vertaling goede manierlijke zeden. In de hoofdstuk 4 komen de goede manieren tijdens etentjes aan de orde. Als er wat tussen je tanden is blijven zitten, peuter je dat niet los met de punt van een mesje, niet met je nagels zoals honden of katten en evenmin met een servetje. Je gebruikt een tandenstoker van mastiekhout of een vogelveertje of het scherpe beentje van een kippen- of hanenpoot. 'S Morgens je mond spoelen met zuiver water is hoffelijk en gezond. In de 16e eeuw at men nog niet met een eetvork. Er waren wel kleine vorkjes, die waren geïntroduceerd vanuit Italië. En die waren weer afkomstig uit het Byzantijnse Rijk. Maar men gebruikte die vorkjes alleen om het eten op te prikken van de schotel naar het bordje. Verder werd er met mes en lepel gegeten en met de handen. Daarom was het wassen van de handen voor en tijdens de maaltijd ook heel belangrijk, zodat er ook servetten op tafel te zien zijn waaraan men tijdens de maaltijd de handen kon drogen. Verder ziet u een groot wijnglas, tazza, zoals we dat noemen, een drinkschaal. In de 16e eeuw importeerde men voor het eerst bijzonder helder glaswerk uit Italië. En u ziet hier een vroeg 17e eeuws schilderij, Bacchus en Satyr. En in zijn rechterhand heft hij een vergelijkbare tazza op. In ons museum onderzoeken we op meerdere plekken in de opstelling de relatie tussen objecten op schilderijen en de voorwerpen zelf.